Hey allemaal, welkom bij mijn eerste aflevering van mijn blogvideo. Ik ben Christina, ik ben een freelance fashion styliste. Mijn passie is eigenlijk altijd wel mode geweest, maar ja, dat is misschien bij jullie allemaal zo. Maar ik zou graag wat met jullie willen delen. Ik mocht via Shoplog 100 euro shoppen bij geselecteerde webshops. Nou, wie wil dat eigenlijk nou niet gratis shoppen? Maar ik ben geslaagd in twee leuke websites. Nou, namelijk mijntas.nl en fashionmania.nl. Ik wil dat graag met jullie gaan delen, wat ik eigenlijk heb geshopt en of wat ik ervan vind. Deze heb ik geshopt bij mijntas.nl. Toen ik hem zag, was ik eigenlijk vrijwel gelijk verliefd erop. Want zelf ben ik een hele erge fan van dieren en vooral met dieren, met kettingen. En daar spaar ik eigenlijk van alles van. Nou, dit is een ketting met een schakelketting. Die is goudkleurig en het kopje die is bezaaid met neppe diamantjes. Nou, niet echt, jammer. Maar ik vind hem alsnog heel erg stoer. Je kan deze eigenlijk vrijwel eigenlijk overal mee combineren. Met een leuk jeansblouseje of zelfs met het blouseje wat ik nu eigenlijk aan heb. Deze kostte bij mijntas.nl maar voor 9,95. Nou, dat is een koopje toch? Verder heb ik bij Fashion Mania eigenlijk een paar leuke oorbellen gevonden. Nou, dat zijn deze. Nou, voor de zomer, wat denken jullie? Ik vind ze echt heel erg cool. Want deze kan je echt leuk voor de zomer gaan stylen. Doe eens een leuk kanten jurkje aan. En nou, deze als statement oorbellen. Nou, wat vind je ervan? Nou, ik denk dat deze juist echt een statement geven. Want sowieso voor de zomer is deze kleurtje heel erg in. Hoe feller, hoe beter. En dan kan je ook mooi combineren met pasteltinten. Verder heb ik bij mijntas.nl ook twee hele leuke tassen gevonden. Een zwarte tas, daar ben ik echt zo lang op zoek naar geweest. Voor mij is eigenlijk een tas, ja, je moet er eigenlijk verliefd op worden. En als je het niet verliefd op bent, ja dan, ik neem ze niet mee. Ik laat ze gewoon in de kast liggen. Nou, ik heb een hele mooie zwarte tas gevonden. Is deze. Deze zwarte tas is van kunstleer. Heeft een lange hendel. Voor als je bijvoorbeeld zat bent om op je schouder te dragen. Of gewoon zat bent voor om zo aan de hand te dragen. En hij heeft, heel handig, hij heeft drie vakjes van binnen. Nou, dit heeft niet elke tas. Hij is enigste minpunt, hij is wel heel moeilijk open te maken. Want zoals je ziet, hier zit hier een slotje. En die moet je dan helemaal losmaken en de tas een beetje zo uittrekken. Nou, dat kost dan wel even tijd. Maar ja, soms, wie mooi wil zijn, zegt ze moet pijn lijden. Maar bij deze moet je geduld hebben. Nou, deze tas heeft dus drie vakjes. Die vakjes zijn dus die kunnen sluiten door middel van magneetjes. Zoals je hier ziet. En als je de tas weer dicht doet, ja, dat kost ook wel een beetje moeite. Maar ja, daar heb ik het toch wel over. Die doe je dan weer dicht. Moet je dit aantrekken. Door dat slotje heen. En dat slotje weer dicht doen. Zo. Nou, er zit een beetje moeite in. Maar ja, daar kan ik wel mee leven. Ik ben wel eigenlijk heel erg blij met deze tas. Want het is best wel een functionele tas, want er kan veel in. En het is niet te groot, niet te klein. En zwart, ja, dat kan je eigenlijk overal mee dragen. Verder heb ik bij mijn tas nog een heel leuke roze tas gevonden. Nou, ja, voor de zomer komt er dadelijk aan. Ja, dan wil ik ook wel een kleurtje hebben die ik mee kan combineren met mijn garderobe. Ik heb gekozen voor een pastelroze tas. En die tas, ja, is een kleine tas, maar ook weer zelf was met die zwarte. Hij is niet al te groot en niet al te klein. Alleen, deze is net wat functioneler, want die sluit zich met een rits. En dat vind ik net wat veiliger. Ik zou het even laten zien. Dit is de tas. Dus van voor en van achter. Van de zijkant ziet hij er best mooi uit. Het is mooi afgewerkt. Deze is tevens van kunstleer gemaakt. En met goudkleurige metalen accenten. Van binnen heeft hij één grote ritsvak. En met daarin een klein ritsvakje voor je belangrijke spulletjes.
en twee vakjes voor bijvoorbeeld je mobiel in te doen. Of je lipstick natuurlijk. Ik zal even laten zien van binnen. Kijk, zo ziet hij van binnen eruit. Dus hier die twee kleine vakjes en daar die grote ritsvak. En hij sluit zich weer gewoon gemakkelijk. Eigenlijk ben ik wel heel erg blij met mijn aankopen bij Fashionmania en bij MijnTas.nl. Ik heb voordelen en je hebt nadelen. Bijvoorbeeld bij de tassen van MijnTas.nl. Ik vind ze echt heel erg mooi, want ze zijn een beetje de namaak tassen van beroemde merken. Maar het enige kleine minpuntje vond ik dat de kwaliteit er iets beter van had gemogen worden. Maar verder, ik ben helemaal verliefd op de tassen, dus dat is eigenlijk toch wel beter een groot... Het is eigenlijk wel een groter pluspunt dan de kwaliteit daarvan. Nou ja. En de kettingen daarvan, dat vind ik wel echt hele goede kwaliteit. Ze zijn echt heel mooi en ze zijn heel betaalbaar. Dus ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Bij Fashionmania, ik vind de oorbellen echt heel erg mooi. Alleen één minpuntje was dat bij de levering dat de oorstekers helemaal gebogen waren. Dus ja, je moet ze helemaal buigen. En het is een beetje jammer, want je bent bang dat ze breken. Maar ja, verder, ja, het zijn toch gewoon hele mooie oorbellen. En ja, je gaat ze gewoon vaak dragen dadelijk in de zomer. En ja, je kan met deze spulletjes die ik gekocht heb zoveel. En ik hoop dat ik jullie hiermee geïnspireerd heb. En als jullie nog vragen hebben of comments, nou, dan hoor ik heel graag van jullie. En dan kan je dus hieronder, kunnen jullie bij mij wat vragen of iets neerzet wat jullie leuk vonden. Dus, nou, tot de volgende keer. En ik hoop jullie vaker te zien. Doei doei! Ik wil nog even één ding zeggen. Shoplog, heel erg bedankt voor deze leuke actie. Ik ben er echt zo erg blij mee.